Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien gaan we vandaag Chilling Rain open doen. De nieuwste set van Sword & Shield is sinds vrijdag released, denk ik. Ik ben vandaag naar de winkel geweest en ik heb er 5 pakjes van gekocht. En waarom 5? Daar is iets speciaals mee, want normale pack arts in Pokémon zijn er meestal maar 4 per set. Maar nu zijn het er 5. We hebben Zapdos, Moltres en Articuno. En daarnaast ook nog Shadow Rider en Ice Rider Calyrex als een packart. Dat zeggen dat er dus niet 4, maar 5 packarts zijn. En die doen we vandaag open. Ik weet niet of dat effectief de packart er ook in zit in elke sleeve. Want dit zijn sleeve booster packs. En dus er zit eigenlijk een booster pack in. Dus ik ben benieuwd of het er ook effectief de juiste booster pack in zit. Man, die dingen zijn echt een pain in the ass om op te doen. Maar zoals je al kan zien, they fooled us. Dus er zit niet de juiste pack art in wat je zou verwachten. En ze zijn er nog eens moeilijker om op te doen ook nog. Schandalig. Dus de kartonnetjes die gooien aan de kant. Dit is altijd het meest saaie van de video, hè. De moment dat ik packs openmaak. Nou, misschien komen er nog wel. Nou, nee, die hadden we al. Dus 5 pakjes Chilling Rain die we gaan openmaken. Ik heb zelf nog niet geen pakje open gedaan. Ik heb al wel online gekeken dat er een paar coole kaarten in zitten. De vraag is, gaan we een coole kaart trekken, ja of nee? Leuk dat ze de codekaarten nog eens achterstevoren erin hebben gestoken. Kunnen we niet kijken welke codekaart het is. We hebben 4 kaarten. Ik ben wel benieuwd wat de arts gaan zijn. We hebben een energy kaart. We hebben een lucky energy kaart. We hebben justified gloves. En die zien er wel goed uit. The attacks of the Pokémon discard is attached to 13 damage. Nou, het ziet er een goede kaart uit. Een Dynatree Hill. Een Inkay met een leuke art. Dat is echt wel een leuke art. Larvista, ook een mooie art. Diglett. Furfru. Is lang geleden dat ik deze nog eens gezien heb, Furfru. Bounsweet. Reverse Holo is een Delibird, ook met pakjes op. En onze rare kaart is Zerora. Kijk eens aan. Zerora V. Hoe cool is dat? Meteen al een pool. Op naar het tweede pakje. Oh, we zien al een schattige Scorbunny. De codekaart. Energy kaart zoals gewoonlijk. Een Flaffy. Een Avery. Weeding Gloves. Scorbunny die in de sneeuw speelt. Wat een mooie art ook. Spoovit. Inkay die we daarnet ook al gezien hebben. Sobble die aan het duilen is. Rapid Strike. Een Heracross, ook al even niet gezien. Onze reverse holo is een Crabrawler. En onze rare kaart is een Crablocked. Kijk eens aan. Crablocked. So far, so good. We hebben toch al 2 holo kaarten getrokken. Een V-kaart en een holo-kaart. Dus eigenlijk tot nu toe hebben we in elk pakje al een hit gehad. De codekaart. Een energy-kaart. Lydian. Een Avery. Honey. Galarian Farfetch'd. Delibird weer, hè. Koffing. Ook even wil zeggen, het icoontje van deze nieuwe set is ook al mooi. Doe me een beetje denken aan Neo Destiny. Ondertussen Ghastly. Een Blitzel. En Hound to Reverse Holo. Onze rare kaart is een Shadow Rider Calyrex V. Kijk eens aan. De V-kaarten komen met hopen. Dus ook degene die op de Elite Trainer box staat. Heb ik jammer genoeg nog niet binnen. De kaart weer.
Energy. Een Reboot, die ook in de sneeuw speelt. Het is wel leuk dat er weer zo'n verhaaltje aan gekoppeld is. Hè. Dus Scorbunny die een grote sneeuwbal heeft. Reboot een kleine, ik ben benieuwd. Of Cinderace er ook eentje heeft. Porygon. Lucky Energy. Een Chuppet. Dat is Scorbunny weer. Diglett. Inkay. Een Kupfu. Dat is de eerste keer dat ik die Pokémon eigenlijk zie op kaart. Kupfu. Oh, Cresselia is onze reverse holo kaart. En die is ook een rare kaart. Maar die Cresselia art is echt wel mooi. En onze rare kaart is een Rapid Strike Urshifu. Kijk eens. Weer een holo kaart. We hebben nog geen één pakje gehad hebben zonder een holo kaart. Twee vier kaarten. Één holo kaart. Kan misschien een momentopname zijn. Maar, blisters. Ze stellen me niet teleur. Ons laatste pakje. Eens kijken wat we hieruit gaan halen. Weer een energy kaart. Fire resistant gloves. Het is precies wel een set met veel gloves. Hè? Larion. Zoiets. Peony. Ziet er ook niet zo slecht uit. Castform. Leuke art ook. Een Weedle met een Heathercross. Onderaan. Dat vind ik altijd leuk dat er twee Pokémon's op één art staan. Hè? Dat zijn echte kaarten waar ik van hou. Snorunt. Een Crabrawl weer. Oh, dat is een eentje te snel. De Galarian Slowpoke. Hè, die herken je aan zijn iets gele staart en gele hoofd. Een Clobbobus. En onze rijke kaart is een Lycanroc Holo. En die ziet er ook wel vet uit hoor. Kijk eens aan. Die Lycanroc. Maar onze toppertjes. En mijn favoriete topper is dan toch wel die Zerora. Daar komen we zelfs naartoe. Maar eerst de Shadow Rider Calyrex. V-kaart. Kijk eens hoe mooi deze ook is. Maar dit is toch wel de vangst van vandaag, vind ik. De Zerora V Rapid Strike. Kijk eens aan. Ik zou zeggen, vond je het een leuke video weer? Hè? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. En deel het met je vrienden. En we zien elkaar weer de volgende keer. En hopelijk vond je het fijn. Tot de volgende, jongens. Ciao, kus. En hopelijk